Is het 3 jaar geleden, 2 jaar geleden, 4 jaar geleden dat ik in Pathé de film Fataal zag? Wisten helemaal niet dat dat een musical zou worden. Ja, nou, de gemeenschappelijke factor is natuurlijk Dick van den Heuvel, die we al kennen van Tina de Musical en Razend. Dit is gewoon zijn zoveelste uiting alweer. Fataal de Musical. Ook al lig je dood op de grond, ben je geslagen als een hond. Hangt je kop half in de strop, toch sta je op. Ook al lig je in het abattoir, slaan ze je helemaal in elkaar. Krijg je nog een laatste schop, toch sta je op. Toch sta je op. Zullen we even beginnen bij deze kant? Misschien wel zo aardig. Bij deze man. Man. Hallo. Meneer. De boodschap is dat zoiets als wat er met Milan gebeurt. Jij speelt Milan. Ik speel Milan, ja. Is niet, dat bereikt niet alleen zijn leven, maar alles eromheen. Dus wat één daad met iedereen kan doen. En dus eigenlijk niet alleen met het slachtoffer, maar ook met de daders. Met de naaste familie, de hele omgeving. Dat is volgens mij de boodschap die er uiteindelijk uit moet kunnen destilleren. Jullie hebben het al een paar keer gespeeld. Ja? Hoe verlaten mensen de zaal? Heb je dat kunnen zien? Ja, zeker. Nee, wij gaan altijd nog even naar voren, naar het eind. Ik denk dat de barren in de foyer erg goed zullen lopen. Want mensen kunnen toch erg neerslachtig de zaal uitkomen. Ja. Maar uiteindelijk is het ook wel... mensen komen er ook wel soort opgelucht uit. Het is wel... over het algemeen is het verdriet en geraaktheid. Maar uiteindelijk ook wel met een beetje blijdschap. Robin, regie? Ja. Terwijl ik je tot nu toe altijd heb zien spelen. Ik ook. Is dit je regiedebuut? Het is mijn regiedebuut, ja. Ik heb wel bij Tina de Musical heb ik dan de kinderregie gedaan. Ik heb je een beetje in actie gezien, ja. Ja, en ik heb net voor de eindmusical van de Afrotros de musical die erbij hoort geregisseerd. Maar dat is met alleen maar kinderen. Ja. Dat is ook heel erg leuk, maar toch iets anders. Dus dit voelt wel als mijn regiedebuut. Nou, ja. En hoe is je vergaan? Ik ben 5 weken lang alleen maar gelukkig geweest. Tot vandaag, want ik was compleet in spanning, maar nu ben ik weer gelukkig. Dick van den Heuvel kennende, of Homemade Productions, zo'n verhaal wordt nooit van A naar B verteld. Nee, precies. Nee, we hebben lekker lopen knippen in hoe het verhaal loopt. Het is niet helemaal chronologisch. We gaan lekker heen en weer, maar dat is volgens mij ook wel de kracht van wat we doen. Ja? Hoe zit dat dan met die kracht? Nou, kijk, het is natuurlijk een heel zwaar onderwerp. En niemand wil kijken naar 1,5 uur lang drama. Dat is niet interessant om te zien, dus proberen we ook zoveel mogelijk humor en de lichtheid erin te brengen. Iedereen is wel eens na een begrafenis kaart gaan zitten lachen in de kroeg. Want dat hoort er gewoon bij. Dit is nou typisch een verhaal, zinloos geweld en de nasleper van dat je rustig chronologisch kunt vertellen. Voor mij is het heel belangrijk dat terwijl je ziet wat het zinloos geweld aanricht, je vooral ook ziet wat het leven was voordat het ongeluk had plaatsgevonden. Dus steeds als je denkt, oh, we komen dieper en dieper en dieper het gat in, zie je weer een stukje van waar ze waren voor het ongeluk. Ik ben echt verliefd op Milan. Als ik er naar kijk, dat je denkt, het is een super leuke, vrolijke jongen die alles omhoog houdt, voor iedereen zorgt. En vanaf het moment dat het ongeluk is gebeurd, wordt hij eigenlijk best wel irritant en depressief. Het is sowieso niet fijn om een hele voorstelling lang naar een depressief personage te kijken. En door steeds dus terug te pakken naar zijn oude ik, zien we hoe het verschil tussen zijn oude en nieuwe ik steeds groter wordt. En vooral even eerst naar Andy kijken. Even kijken wat hij maakt. Dick, dit is bijna de eerste keer, denk ik, dat jij regie weggeeft. Ja, ja. Vanwaar deze beslissing? Nou, het zal niet de laatste keer zijn. Ik denk dat ik het vaker ga doen. Ik heb veel plezier in het organiseren en bij elkaar
Vrienden van Krachten. We doen hierna rondom het Rembrandtplein. Dat gaat Eddie Habbema regisseren. En het zal in de toekomst wel vaker voorkomen, omdat ik ook wel heel fijn vind, ook bij deze voorstelling, dat er een laag bovenop komt. Want ik ben natuurlijk, als ik zelf regisseer en produceer, en dus ook schrijf, is er vrijwel niemand die echt kritiek heeft of er een tweede laag aan toevoegt. Dus ik ben daar ongelooflijk blij mee. En ik denk dat het echt wel iets voor de toekomst gaat worden. 2-3 jaar geleden zag ik Fataal de film in de bioscoop. Ja. Daar ben je ook bij betrokken geweest. Daar heb ik ook het script voor geschreven. Ja. Dat was een initiatief van Jesse Blekemolen. Op dat moment een jongen. Toen ik hem ontmoette was hij 16, wilde hij een speelfilm maken. En toen ben ik dat script voor hem gaan schrijven. Er was geen geld, er was niks, maar we zijn het gaan doen. En die film is in de bioscoop gekomen, is nu ook op DVD uit. En hij heeft dat allemaal, hij is nu 18, heeft dat allemaal gedaan. En hij had een soort basisverhaal wel in zijn hoofd over die club en een jongen die in elkaar geslagen werd. En ik merkte ook dat ik er ontzettend gemotiveerd van werd. En dat het heel goed paste binnen dat wat we met Homemade toch het allerliefste doen. Ja. Namelijk voorstellingen maken voor jonge mensen over maatschappelijke onderwerpen. Ja, ja, dat paste precies bij jou natuurlijk. Ja. Hè? Is er een onderwerp zoals zinloos geweld? Is er een onderwerp dat jij nog schuwt? Daar durf ik voorlopig nog niet aan te komen. Dit is een jeetje, wat een vraag. En het is wel een recht in mijn hart. Vaak is het aankaarten van maatschappelijke onderwerpen ook een alibi om het niet helemaal over mezelf te hebben. Het probleem alleen is dat door het schrijven van Was getekend Annie M.G., wat heel erg ging over een moeder-zoon relatie en over een vrouw die het moeilijk had na de oorlog, kwam dat er ontzettend dichtbij met mijn eigen geschiedenis en merkte ik dat ik mijn eigen geschiedenis heel erg goed kon gebruiken in het verhaal van iemand anders. En ik merkte dat bij het herschrijven van de film naar deze voorstelling ik ook heel veel thema's van mezelf, ook vader-zoon relatie kon gaan gebruiken. En we hebben van de week rondom het Rembrandtplein gelezen. En ook daar kon ik bijna per scène vertellen wat het met mezelf te maken heeft. Dus wat ik schroom is dat het dichter bij mij terecht gaat komen. En dat vind ik nog steeds ontzettend moeilijk. En ik denk dat heel erg autobiografisch, dat zal nog wel even duren voordat me dat echt gaat lukken. Ik vind het nog steeds fijn dat er een bodem onder ligt, waardoor ik kan zeggen, ja, het is een voorstelling over zinloos geweld. Dus, maar maatschappelijk, zeg maar in de breedte van de maatschappelijke thema's, ben ik alleen maar op jacht naar dit soort thema's. Slotte, wij waren gisteren in Londen. Ja. We gingen naar Everybody's Talking About Jamie. Ja. Ja. En ik zat daar zo te kijken en ik denk voor Nederland, daar zit Homemade overheen gedrukt. Ja, nou ik ben 2 weken geleden wezen kijken. Wij kunnen die rechten nooit van zijn levensdagen betalen. Maar het heeft me wel aan het denken gezet om een soortgelijk thema zeker in onze contraille te gaan maken. Het was 1-op-1 alleen maar Homemade wat ik zag. De lichtheid, het maatschappelijke, de aardigheid van de karakters, de driedimensionaliteit ervan. Als je een oproep doet naar de mensheid van die jouw site bekijken, laat ze een ticket Londen kopen en die voorstelling gaan zien. Maar ik kom in Nederland met ongeveer hetzelfde. Ja. Nogmaals, Everybody is Talking About Jamie. Ja. Oké, het enige niet Dick van den Heuvel of Homemade aan Jamie was, het verhaal wordt chronologisch verteld. Waar jullie een broertje aan dood hebben. Ik krijg het niet uit mijn pen. Rondom Rembrandtplein begint ook weer bij het einde. Dus in dat opzicht, ik kan niks voor je betekenen wat dat betreft.